Goedenavond en welkom. We zijn in Baaijem in de buurt van Gent bij Theo en Marie-Louise. Theo en Marie-Louise zorgen voor de instandhouding van onze nationale trots, het Belgisch trekpaard. Al meer dan 50 jaar fokken die fantastische dieren en ze doen het nog altijd liefst op de natuurlijke manier. Ze hebben hier een merrie staan die Marianne heet en 10 dagen geleden is bevallen van een veulentje. Vandaag, als alles goed gaat, wordt Marianne opnieuw gedekt. Marianne, die is 1,5 week geleden bevallen, hè? Ja. En hoe stelt ze het? Tamelijk goed, hè? Ja? En ja. Het veulentje? Goed. Het veulentje ook goed. Hoe heet het? Tonic. Tonic, mooie naam. Ja. Zeg, jullie zijn meer dan 50 jaar geleden begonnen met deze paarden te kweken, hè? Mijn man, hè? Ja. Die is meer dan 50 jaar, maar ik ben 48 jaar zijn echtgenote. Theo, hoeveel van die paardjes heb jij zo gefokt? Misschien 150. Dat is serieus, hè? Ja. Dat zijn er dan minstens 3 per jaar. Maar dat is heel zeker wel de eerste keer dat we nu dit jaar zoveel hebben, hè, Theo? We hebben 7 veulkes, hè? Vorig jaar namen we maar 3. 3, ja. Maar dus, die trekpaarden, dat zijn... Als we straks die dekking gaan zien, moeten we toch een beetje opletten, veronderstel ik. Het is een merrie die normaal nu haar eerste keer zal gedekt worden door een hengst. Door een hengst, want de vorige dat was kunstmatige inseminatie. Dat was kunstmatige inseminatie, ja. Ja. Dit is ons Marianne? Dit is Marianne, ja. En die is dus bevallen in Merelbeke, hè? Ja, die is bevallen verleden week maandag in Merelbeke. En ja. Ging het vlot? Ja, ze hebben gezegd dat ze goed haar veulentje ter wereld gebracht heeft. Ja. En normaal gezien kunnen die dat alleen, die paarden, of moet daar altijd iemand bij zijn? Toch? Ja. Wel, het is wel best waarschijnlijk dat er daar altijd iemand rond of bij is. Doordien een veulen dat komt tevoorschijn in een zak. Ja. Dus, hè. En als hij niet open gaat, sterft het veulentje in de zak. Ja. Zeg, en nog maar net bevallen en nu moet ze alweer gedekt worden. Ja, dat is na, van 9 tot 10, 12 dagen dat ze terug gedekt. Ja, hengsten zijn en gedekt worden. Het is leven in huis en als er een veulentje bij is. Dat zal het zijn, ja. In de wachtzaal bij Johan in Oostakker ligt een doodziek hondje in een dekentje in de armen van 2 erg ongeruste mensen. Ze heet Cosmos, is 11 jaar oud en is vannacht plotseling onwel geworden. Leg hem maar op tafel. Had gebaald, hè? Ja. Vertel een keer. Dat ze nu op haar pootjes kon staan. En dat ze vrij veel overgegeven heeft. Ja. En een jacksje gevallen. Is ze zijn loops geweest? Een tijdje geleden? Maand of 2? Juist, nee, het is nog zo lang niet geleden. Nee? Een week of 3. Ja. Maar kijk, het is allemaal later, hè? Ja. Dus die zit met een baarmoederontsteking. En hoe lang is ze al ziek? Gisteren niet. Gisteren speelde ze nog. Dat is bijna niet te geloven. Ja, ja. Gisteren liep ze nog rond.
En wat er nu waarschijnlijk zal gebeurd zijn, want daar een buik staat redelijk dik, hè? Ja. Dat is dat dat zodanig opgezwollen is dat dat van de druk naar buiten open gegaan is. Nu in één keer. Ja. Maar je ziet dat, die is echt ziek, hè? Ja, ja, ik weet. Zelfs, dat hoeft zelfs niet op. Niels, je reageert niet. Allee, we gaan even kijken, hè. Zo'n baarmoeder zijn, het is nog niet zo overdreven groot, die baarmoeder, maar het moet eruit, hè. Mijn medicamenten gaan dat nooit weg, rap genoeg wegkrijgen. Ik ga mij organiseren voor dat hier zo snel mogelijk te opereren. Hè. Het doodzieke tijfje krijgt meteen een infuus en ook een eerste verdoving. Voorzichtig wordt ze dan naar de intensive gebracht, waar ze een beetje zal moeten wachten zodat Johan de operatie kan voorbereiden. Als ik gedaan heb met opereren, ga ik bellen, hè, om te zeggen hoe dat geweest is. Dat is het hoop dat het allemaal goed komt. Hè. Maar ze ziet er wel vreselijk uit, dus het mag niet langer meer duren. Dan moet er alles eens zo rap mogelijk uit in een baarmoeder. Voilà. De ingreep is erg riskant, omdat het hondje zo ziek is. De ademhaling is al zeer onregelmatig. Dat hondje is echt heel slecht. Zijn pootjes hebben koud. Dus dat wil zeggen dat de bloedsomloop niet meer goed is. Hetgeen waar ik wel een beetje schrik voor heb, is dat die baarmoeder eventueel van binnen in de buik opengebroken is. En dan krijg je een buikvliesontsteking. En dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Daar kun je echt van sterven. Ja, kijk. Er komt er allemaal vocht uit. Dat is zeker niet goed, hè. Waar moet ik al vastzien? Dus we gaan nu een hele zak van een liter met steriel water daar laten inlopen. Zodanig dat we zoveel mogelijk van die etter en die ettervlokken uit die buik uitspoelen. De nietjes zitten erop, dan mag ze nu zo rap mogelijk wakker worden. En dan gaan we hele hoge dosissen antibiotica's geven en ontstekingsremmer. En ja, hopen. Normaal gezien ziet het er niet goed uit, maar je kunt nooit weten. Johan moet het teefje extra beademen. De ademhaling van het hondje wil maar niet zelf op gang komen. Het gaat van kwaad naar erger. Ik denk dat hem al te ver is. Hij ademt ook niet echt goed. We moeten hem altijd maar beademen. Dus dat is hier zeer de vraag of dat hij zelfs nog wakker gaat worden. Tineke, het hart is gestopt. Ja, goeiedag mevrouw. Het is Johan Duvel hier, een dierenarts. Ja. Zeg, ja. Ik heb geen goed nieuws. Hè. Dus ja, dus wat er gebeurd was... Ja. Ja. Ja, dat is geen probleem. Maar gaan we dan een keer weer bellen? Ja, ja, jongen. Ja, dat is goed. Ja, mevrouw. Hallo. Moet ik een weer bellen dan? Opnieuw naar de Belgische trekpaarden in Baaigem. Jaren geleden liepen onze weiden er vol van deze prachtige grote dieren. Maar toen kwamen de tractoren en de landbouwmachines en werden ze allemaal in één klap een beetje overbodig. Maar het is dankzij kwekers als onze Theo dat het Belgische trekpaard opnieuw, als het ware, in trek is. Deze Mary, ze heet Marianne, is nog maar net bevallen van een veulen. En als Lisbeth zegt dat het oké is, wordt ze zo meteen weer gedekt. Lisbeth is de dierenarts. Lisbeth, het is ze dus. Ze heet Marianne. Is zo'n paard niet uitzonderlijk moe na een bevalling? En moet ze dat niet een beetje recupereren? Nee, dat valt goed mee. Normaal gezien, op een goede 10 dagen na die bevalling, is die baarmoeder al redelijk goed gerecupereerd. Hoe vaak is een paard een merrie hengstig op een jaar? Dat is tijdens het seizoen. Dat begint ongeveer in maart en dat eindigt in juli ongeveer. En dan is het paard om 3 weken hengstig. Ja. Jij moet nu nog bepalen of ze inderdaad hengstig is. Hoe ga je dat doen? Ja, dat doen we met echografie.
Dan kijken we of het de baarmoeder hengstig is, ja, op de echo. En ook of er al follikels zijn. Een follikel is een soort blaasje waarin de eicel rijpt. Je moet follikels vinden met een rijp eitje in, anders heeft bevruchten geen zin. De merrie krijgt een pruim op haar neus. Dat is een natuurlijke methode om haar wat suf te maken voor het onderzoek met de echograaf. Dat is nu de follikel op de linker eierstok. Dat is die gaat ovuleren. Ja. Dat is die follikel. Dat is de follikel. Ja. En dus nu is die groot en dan wordt die geïnsemineerd en dan springt die follikel open. Ja. En zo kan de eicel bevrucht worden, want die eicel zit van binnen in die follikel. Ja, dus nu hebben we de baarmoeder in beeld. Ja. Dat is eigenlijk een doorsnede van de hoorn die je ziet. Mm-hmm. En je ziet mooi die plooien van die baarmoeder. En dat wijst erop dat die baarmoeder mooi hengstig is. De praam mag voor even van haar neus. De dekking zal straks buiten op het erf plaatsvinden. En daar zal deze hengst Elliot voor zorgen. Nu is hij nog kalm, maar als hij haar straks ruikt en ziet, zal dat wel anders zijn. Het dierenopvangcentrum van Heus de Zolder ontfermt zich sinds enkele dagen over twee nieuwe, piepkleine bewoners. Het centrum vangt jaarlijks zo'n 4000 vogels en zoogdieren op. Door de warme winter zijn de eekhoornjongen die daar nu werden binnengebracht er extra vroeg bij. De twee jongen zijn 3 weken oud en wegen al zo'n 90 gram. Ze hebben geluk dat ze hier zijn terechtgekomen. Dieren in Nesten gaat graag eens kijken hoe het de beesten vergaat die het nieuws halen. 3 maanden later zijn de bibberende kleine eekhoorntjes groot en sterk geworden. En dat is de verdienste van hun verzorgster Brandy. De eerste eekhoorns zijn hier toegekomen begin maart. Dat was aanzienlijk vroeger dan andere jaren. Nu, dat is waarschijnlijk te wijten aan de zachte winter. En eigenlijk op een tweetal weken tijd hebben we hier 24 baby-eekhoorntjes binnengekregen. Dus dat is echt wel heel veel om op zo'n korte periode binnen te krijgen. 22 van de 24 hebben het gehaald. Dankzij het feit dat mensen zelf niet beginnen voeren zijn. Ze zijn lactose-intolerant, wat wil zeggen dat ze absoluut geen koemelk of andere melk verdragen. Zij krijgen speciale melk dus. Een eekhoornjong groot krijgen is niet zo makkelijk. Maar in het opvangcentrum weten ze precies wat zo'n jong nodig heeft. Van het moment dat ze binnenkomen, gaan ze eerst in couveuse, omdat ze nog zeer jong zijn. Ze krijgen dan ook speciale voeding. Maar je moet alle 3 uur voeren en het is niet één nestje. Er komen alle dagen nestjes bij en tegen dat eerste geen nachtvoedingen meer moet hebben, ja, zijn er weer nieuwe waar je 's nachts moet voor opstaan. En ja, die nachtvoedingen, dat begint na een tijdje wel door te wegen als je elke 3 uur moet opstaan. Als ze zelfstandig kunnen eten, moeten de eekhoorns zo snel mogelijk naar buiten om te ontwennen van mensen. Ze hebben zelf nestjes gemaakt. En voor ons is dat een teken dat ze het heel goed gaan doen, want instinctief weten zij dus toch hoe dat ze het in de natuur moeten gaan doen. Binnen een maand of twee, als ze sterk genoeg zijn, kunnen de diertjes eindelijk beginnen aan hun leven in de vrije natuur. Het is zover. De eekhoorns worden vandaag vrijgelaten. Het moeilijkste onderdeel daarbij is het vangen. Het feit dat we ze zo wild gehouden hebben, maakt het nu niet makkelijker om ze uit te vangen hier uit de kooien. Maar dat maakt wel hun slaagkans in de natuur stukken groter. Hè? Maar ze zijn enorm gestresseerde dieren. Als ze nu moesten beseffen dat ze zelfs vrijgelaten werden, ja, dan zou dat heel iets makkelijker gaan. Hè? Maar... God, mens toch. Ik heb vandaag deze dag uitgekozen om ze vrij te laten. De afgelopen weken heeft het af en toe een flinke plensbui gedaan. Dus ze gaan overal plasjes met water vinden. Wat voor hun makkelijk is om te drinken dan. Want hier gaan ze geen drinkpotjes vinden. De volgende dagen spreken ze van mooi droog weer. Wat ideaal voor hun is. Dus ze staan niet direct in stortbuien en zo. Ja, hier heb ik lang op gewacht. Heel veel slaap voor gelaten. Maar het is de moment, hè, mannen. Allee, voorzichtig, hè, jongens. Voorzichtig, hè. Oppassen, hè. Oh. Arie, jongen. Vertrek me.
vertrekken, hè? Ziet hier. Allee, vertrek me. Vorige keer zaten we aan zee over de grens in Domburg. Daar was een bruinvis aangespoeld. Het dier werd Ellen gedoopt en prompt naar het dolfinarium in Harderwijk gereden. Daar stond een team van specialisten klaar om de bruinvis helemaal te onderzoeken. Want onderweg had ze ademhalingsproblemen gekregen. We zijn nu een paar maanden later. Ellen is nog steeds te gast in het dolfinarium. Ze zou nu voldoende op krachten moeten zijn om te worden vrijgelaten in de Noordzee. Maar er is een maar. Nou, het is nu 6 maanden later ongeveer dat Ellen is binnengekomen hier. Ellen was een heel bijzonder diertje. Ze had een hele piepende ademhaling en verder was er niet zo heel veel aan haar te zien. Een aantal weken echt gedacht, die gaat richting uitzet. Maar in één keer ging als het ware de ademhaling op hol. De waarden werden hoger en hoger, zonder dat wij daar een duidelijke aanwijzing voor zagen. Toen bleek dat ze uiteindelijk een afwijking van het hart heeft. Ze heeft een te snel en onregelmatig kloppend hart. Maar dat betekent wel dat ze niet uitgezet wordt. En vanuit dit punt, de opvang, gaat ze straks dus naar ons eigen tweede opvangplekje Bruinvisbaai. En daar blijft ze haar hele leventje lekker bij de andere dieren. We gaan nu Silke wegen. En Silke is de bruinvis die morgen uitgezet gaat worden. Die is bijna gelijk op de gelijke dag gestrand als Ellen. Ze kwam 1 dagje eerder. Nou, Silke die heeft de hele rehabilitatieperiode nu doorstaan. En ze is weer helemaal gezond. En gezonde dieren zetten we altijd uit. Silke wordt van de andere bruinvissen gescheiden. Bruinvissen zijn helemaal geen vissen. Het zijn eigenlijk kleine walvisjes. De kleinste soort die er bestaat overigens. Silke zal toch nog even gewogen worden voor ze hier weg mag. Dat gebeurt uiterst omzichtig. Ze willen de dier zo weinig mogelijk stresseren. Beetje eronder. En omhoog. Nietjes. Elleboogjes. Ze weegt nu 35,9 kilo. Wow, dat is mooi. Nou, ze ziet er prachtig uit, heeft een mooi glanzende huid. Gaan we even het bekje nog bekijken. Nou, dan zien we een hele mooie roze tong. Ze mag morgen lekker naar huis, naar de zee. Super meid, je gaat eruit. Dit is Elliot. Hij is een jonge hengst met uitstekende papieren, maar helaas met een klein beetje gebrek aan ervaring. Zo gek veel heeft hij nog niet gedekt. Zometeen wordt hij naar buiten geleid, naar de merrie Marian. We moeten Marian wel eerst nog van het veulen scheiden. En dan kan de dekking beginnen. Daar is veel volk bij, dat is ook nodig. Want zo'n paard heeft ongelooflijk veel kracht. Dat moet dus een beetje in bedwang worden gehouden. Maar het zal sowieso, hebben we ons laten vertellen, spectaculair worden. Ah, wel ja, voor mensen die het nog niet gezien hebben, zullen er alles eens van verschieten. Ja. Ja. Een boerenpaard is ook al een beetje een kolos van, om en bij de 1000 kilo. Ja. En ja, het is ook nog een jonge hengst en ja, deze is zijn eerste jaar dat je dekt. En ik moet zeggen, in het begin was hij wel enorm hevig, maar nu is het al een beetje om te verbeteren. Ja. Ja. Maar ik heb het goed, Chris, dat deze manier van dekken uitzonderlijk wordt. Hè? Ik bedoel, op de natuurlijke dat wordt het uitzonderlijk, ja. Langzaam meer wordt dat allemaal dus KI gedaan. Dus ook omdat ze kunnen meer dekkingen dan doen op een dag. Hé. En wat gaat er nu gebeuren? De merrie wordt buitengebracht. Houdt er iemand die vast of staat die gewoon vrij? Die wordt vastgehouden. Hé. Ja. Dus ik zal dat doen, die merrie vasthouden. En dan onze Danny met Theo zullen denkst buiten nemen. Hé. Het erf wordt afgesloten, want je wil vooral niet dat er eentje vandoor gaat. En dan worden allerhande touwen in een bit genomen en stappen de mannen op de paarden af. Dus we moeten hem een bit insteken, anders kun je hem niet houden, bij manier van spreken.
Hey, dat is de bedoeling dat erachter steekt. Dat we hem dus moeten een bit insteken om hem dus baas te zijn. Hey. Anders zou hij met ons schoonlopen, bij manier van spreken. Ja. Voilà, dus die is nu gereed om hem zogezegd bij de Marie te brengen. En nu gaan we het veulen van de Marie scheiden. Nu gaan we het veulen van de Marie scheiden, ja. De Marie gaat zonder problemen mee. In het kader van de taakverdeling zal Marie-Louise bij het veulen achterblijven. Moest ik weggaan, het zou kunnen gebeuren dat hij door die gaten vliegt. Zo kalm. Hè? Zo was het vroeger. Bij zijn 150ste verjaardag liet de Antwerpse zo ons beelden uit de oude doos zien. En we bleven haperen aan deze reizige dame. Dit is dokter Agatha Gijze. Ze was in 1947 aangesteld als curator of eindverantwoordelijke voor alle dieren in de zoo. In haar maatpakje was ze aanwezig bij operaties allerhande. Agatha Gijze was in vele opzichten opzienbarend. Ze was voor die topfunctie aangeduid door een overwegend Frans sprekende raad van bestuur, terwijl ze een Nederlandse was. En ze was een vrouw die in die dagen mannen vertelde wat er moest gebeuren. Gijze was biologe. Haar benoeming toonde dat de zoo doorhad dat hij niet kon overleven zonder wetenschappers. Hier zien we hoe ze een jonge chimpansee met huidproblemen zonder enige dwang een zalfje insmeert. Dat je dieren moet leren om zich te laten verzorgen is nu algemeen bekend. Toen was dat erg vernieuwend. Gijze was ook een van de eerste om artikels te schrijven over de okapi, de enige neef van de giraf. De Antwerpse zoon was de eerste ter wereld om zo'n dier te hebben. Het is vroege ochtend in het dolfinarium van Harderwijk. Iedereen is in de weer om de bruinvis die Silke heet vrij te laten in de Noordzee. Ze hebben hier speciale draagbedden voor dolfijnen en walvissen. En genoeg kennis om deze operatie vlot te laten verlopen. Er is voor dit dier zelfs een speciale dolfijnenziekenwagen. We gaan nu naar Lauwersoog. En er ligt de boot klaar van het ministerie van Landbouw. En dan gaan we het bad op. En dan gaan we eigenlijk bij de overgang Wad Noordzee. Daar zitten we eruit. We proberen altijd een beetje in de buurt te zijn waar recentelijk nog bruinvissen zijn gezien. Zodat ze een beetje in het gebied zit waar ze hoort, waar wat te eten is. En er zijn ook altijd wrakken in de buurt. En bij wrakken zitten ze veel, want er zit veel vis omheen. Dus dan kunnen ze gaan jagen. Ja. En dan moet ze het zelf doen. Ja, ik hou de bruinvis nu een beetje vochtig. In principe is het een zoogdier net als wij. Dus hij heeft geen water nodig. Het is geen vis die in het water moet zijn om te kunnen ademhalen. Hij had gewoon aan door zijn blaasgat. Eigenlijk zo'n bruinvisje, als je niet meer goed vochtig hard kan, er behoorlijk lang uit om droog te blijven. Wat ik ook doe, kan ik wel laten zien, is als ze warm worden kun je dat heel snel zien. Vaak hier in de okseltjes voel je dat. Wat wel geestig is als je in de oksels voelt, is dat ze echt reageren alsof ze gekieterd worden. Dus ze zijn net zo gevoelig daar als wij dat zijn. Silke heeft ongeveer 160 kilometer gereden als ze aankomt in Lauwersoog in het noorden van Nederland. Ook daar weer wacht een team van specialisten op haar komst en haar vrijlating. De bruinvis was hier zeker tot aan de Tweede Wereldoorlog een heel veel voorkomende verschijning. In alle havens kwam je ze tegen. Toen is het een hele periode geweest van neergaan. En tot in de jaren 60, 70 hebben we eigenlijk nauwelijks meer bruinvissen gezien. En in de jaren 90 zijn ze enorm opgekomen, maar waarschijnlijk ook omdat er heel veel bruinvissen vanuit het noorden van de Noordzee naar ons gebied toe zijn gemigreerd. Dus wij zien hier meer bruinvissen niet omdat het hier zo goed gaat, maar waarschijnlijk omdat het daar zo slecht gaat. Het regent en toch wordt Silke extra nat gehouden. Het bootje brengt haar naar de Waddeneilanden. Nou,
we gaan nu denk ik ongeveer in het gat tussen Schiermonnikoog en Ameland is dat. Dat zal ongeveer de uitzetplek worden. Er is gewoon veel wind, dus de golfslag is wat hoog. En het is niet prettig om veel verder te varen. Wow, is een mooie duik, hè? Super. Ja. Hij is een sneeuwje weg. Ik heb nog even de staart gezien. Ja, ik zag hem zo. Zag hem slag maken. Ja. En toen was ze weg. Als we dieren opvangen, is ons eerste doel om de dieren weer terug te brengen naar zee. Ja, en als dat dan. Marianne heeft een praam op haar bovenlip. Ze heeft er ook nog eentje aan haar oor. Dat ziet er een beetje pijnlijk uit, maar eigenlijk is dat helemaal niet pijnlijk. Dat verdooft haar een klein beetje. Dat is om haar kalm te houden. We staan nu buiten met haar. En zometeen komt Elliot erbij. En dan gaan we denk ik een klein beetje aan de kant moeten gaan. En zien wat er gebeurt. Hopelijk een dekking. Elliot de hengst komt buiten en haar geur en zicht maken hem meteen zo geil als boter. Hallo. Oh. 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 Omtrekken, Jens. Niet achteruit, achteruit. Nee, ja, door niet. Achteruit, achteruit trekken. Nou, hier, rond dan niet. Ja. We denken vaak dat seks bij dieren een simpel gedoe is. Deze dekking van Belgische trekpaarden bewijst alweer het tegendeel. Pas de derde poging is geslaagd. Voilà. Zijn huiswerk is gedaan. Of is dat huiswerk gewokt? Oh. Ja, die riem mag af. Ging dat nu vlot? Ja, precies toch? Ja, dat ging redelijk goed. Ja. Ja. Het is natuurlijk nog een jonge hengst. Een oude hengst die een weet al wat meer. Ja. Maar dat gaat is, maar deze, ja, dat ging redelijk goed. Dus in het begin liep ze wat door, maar dat was gewoon van schrik. Ja. Hey, die hengst dat als je in forse afkomt en ook dat, een beetje dat lawaai en zo. Ja. Maar dan een keer dat ik op geweest was, ja, wat in drempelvrees weg. Ja. Ja. En nu? Nu moet er niks meer gebeuren met haar? Nee? Moet u controleren wat de follikel weg is. Ja. En dat doe je opnieuw met een echo? Ja. En hoe lang duurt het bij een paard? Dat had ze... 11 maanden. Hè? 11 maanden? Ja. 11 maanden, ja. Jong leven! Niets dat zo doet smelten als beelden van jonge beestjes. Dit zijn allemaal alpaca's. Dit jong is 3 dagen oud. Zoals elk jong leven moet het groeien. En van groeien word je heel moe. I need some sleep. It can't go on like this. I tried counting sheep. But there's one I always miss. Just gotta let it go. Just gotta let it go.